Het is mogelijk om actiepunten vanuit vorige RNE's toe te voegen. Je logt in met jouw account. Hiervoor start je een nieuwe RNE. Geef deze een duidelijke naam, bijvoorbeeld openstaande actiepunten RNE 2022. Vervolgens volg je de stappen zoals toegelicht in de andere video's. Wanneer je onderaan op Volgende klikt, kan je een keuze maken uit de groepen of modules. Hier is een groep zichtbaar die een naam heeft in de trant van actiepunten reeds uitgevoerde RENE's. Deze vind je aan en je klikt op volgende. De RENE gaat uitgevoerd worden zoals een reguliere RENE. Is dit nieuw voor je? Bekijk dan eerst de andere video's. De vraag die beantwoord dient te worden is: zijn er actiepunten vanuit vorige RENE's die toegevoegd dienen te worden? Wanneer je deze vraag met ja beantwoordt, zal dit leiden tot een knelpunt. Je kan in het opmerkingenveld de knelpunten neerzetten of je maakt een screenshot van de RNA en voegt dit als afbeelding toe. De risicoberekening wordt overgeslagen bij deze vraag. Je gaat direct door naar de fase Oplossen knelpunten. Bij deze fase voer je het eerste actiepunt in. Als die er staat, klik je onderaan op Plus Oplossing. Hierbij zie je dat er weer nieuwe velden openen om het volgende actiepunt in te vullen, inclusief nieuwe verantwoordelijken, nieuwe prioriteit en nieuwe deadline. Dit proces herhaal je, dus het toevoegen van de oplossingen in deze fase, totdat al jouw actiepunten uit de RENE zijn overgenomen in de software. Zo kunnen jullie aan de slag met de actiepunten van de vorige RENE's.